Maar het komt erop neer dat we God vaak voor ons karretje spannen en zelf niet hoeven te leren of te groeien. In deze video gaan we het hebben over 10 eigenschappen van religie in plaats van relatie. Voor Tom de Wal zijn alle gevestigde kerken en de daarmee verbonden theologie dus religie. En hij bedoelt dat in een hele negatieve betekenis. Daartegenover stelt hij dan relatie. Het zou in zijn type van charismatische gemeente dus om de relatie met de Heer Jezus gaan. Dit is een valse tegenstelling. Ook de gevestigde kerken, de gereformeerde, hervormde traditie, zelfs de Rooms-Katholieke traditie, spreekt over de relatie met God. Maar dan niet in oppositie tot die zaken die ons kunnen helpen om die relatie ook te bewaren. De etiketten, zo je wilt. Wanneer je een relatie hebt met iemand en bij iemand op bezoek komt, heb je ook te maken met de regels. Er zijn kamers waar je niet naar binnen gaat, je gaat netjes zitten, je veegt je voeten en dergelijke. Al die zaken op zichzelf genomen zijn religie. Het gaat inderdaad om de relatie. Maar je kunt dat niet van elkaar losmaken. De relatie betekent nu eenmaal niet dat je je niets hoeft aan te trekken aan de regels en de voorschriften die er nu eenmaal ook in het christendom zijn. Als je kijkt naar de schriftgeleerden en de fariseeërs in de tijd van Jezus, die waren constant bezig om Jezus en de discipelen en de apostelen te bekritiseren. De fariseeën in kwestie worden helemaal niet aangevallen omdat zij kritiek leveren. Ze worden aangevallen omdat ze de waarheid die ze al eenmaal hebben ingezien toch verwerpen, omdat ze achter het leven van Jezus aangaan. Ze worden niet gecritiseerd, net zo min als die mensen in Berea, die kritisch onderzochten wat Paulus ze aan het vertellen was en daarbij de schriften gebruikte. Er is geen enkele aanwijzing in het Nieuwe Testament dat God er een hekel aan heeft als mensen kritische vragen stellen en willen weten hoe het zit. Willen weten of de openbaring die ze aanhoren, of die waarachtig uit God komt, ja of nee. De Heer Jezus gaat dan ook uitgebreid met velen van hen in het gesprek en laat ze die waarheid ook zien. Anderen kritiseren wordt uitgelokt door het kritiekwaardige in wat die anderen zeggen. En als anderen niet in overeenstemming met de schrift spreken, dan hebben ze het simpelweg verdiend dat een ander daarop wijst. En we mogen allemaal weten, we zijn allemaal geroepen om discipel te zijn, getuige te zijn, het evangelie te verspreiden. En de Bijbel leert ons dat we allemaal een race hebben om te rennen. Dat neemt niet weg dat er ook tegenstanders zijn van het evangelie. En dat die tegenstanders zelfs binnen de christelijke gemeente kunnen voorkomen. Of zelfs voorgangers kunnen zijn in een christelijke gemeente. Daar bespreekt Paulus erover dat we de tegenstanders met zachtmoedigheid moeten terechtwijzen. Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen. Dat is niet gering. Het gaat dus om mensen in de gemeente die niet volgens het evangelie spreken, niet volgens de leer van de apostelen spreken. Vandaar dat Paulus aan Timotheus de opdracht geeft om te weerleggen, te bestraffen, te vermanen in alle langmoedigheid en lering. Dus met geduld, maar wel met de benadrukking van de goede leer. Maar er is niemand die God roept als scheidsrechter om de race van een ander te beoordelen. Als dat zo zou zijn, dan is het toch ondenkbaar dat Jacobus de volgende woorden spreekt. Als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, een zondaar dus hier op het vlak van de leer, op het vlak van de waarheid van het evangelie, zijn ziel van de dood zal redden. Jacobus 5, vers 20.
En in Galaten 6, vers 4 zegt Paulus nadrukkelijk: laat een ieder zijn eigen werk beproeven. Dus wees niet bezig met het beoordelen en bekritiseren van anderen, maar maak je druk om de vrucht in je eigen leven. Maar opnieuw, als dat nou werkelijk zo zou zijn, waarom zegt Paulus dan: stel hen daarom scherp aan de kaak, opdat zij gezond zijn in het geloof, in Titus 1. Opdat hij in staat is, wordt geëist van de oudsten in de gemeente, zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Er kunnen mensen komen die niet zomaar een andere race rennen, die niet zomaar de slaaf van hun meester zijn en daarom door ons niet beoordeeld mogen worden, maar de gemeente heeft een verplichting om dat te oordelen. En dat geldt zeker zo voor theologen die tot taak hebben om de gemeente ook voor valse leer te behoeden. Er zijn immers vele weerspannige zwetsers en bedriegers. Zelfs al in die eerste gemeente krijg je mensen die met de waarheid er vandoor gaan, die het vermengen met fabels en leugens of halve leugens, en die daarmee het evangelie en de waarheid van het evangelie bederven. En religie moet weinig hebben van persoonlijke ervaringen. Even heel in het algemeen gezegd, de Bijbel moet maar weinig hebben van onze persoonlijke ervaringen. Er kan een weg zijn die een mens kiest die hem goed lijkt. Er kan zelfs voorspoed zijn voor iemand die helemaal in de zonde leeft. Er kan enthousiasme zijn dat wordt opgewekt door een volle zaal en geweldige muziek. Dat zijn persoonlijke ervaringen. En uiteindelijk doen die er helemaal niet toe. Het gaat erom dat de Heere God onze ervaringen beoordeelt. Het woord van God dringt door tot verdeling van ziel en geest en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Gods woord staat boven onze ervaringen. Bij de voetwassing van Jezus, daar zie je dat zodra Jezus de voeten van Petrus wil wassen, dat Petrus zegt: nee, Heer, u zal mijn voeten niet wassen. Petrus had er geen probleem mee om God te dienen, maar wel een probleem als God hem wilde dienen. Hier raak ik Tom de Wal echt helemaal kwijt. De aanvankelijke weigering van Petrus om door de Heer de voeten te laten wassen komt natuurlijk voort uit twee zaken. Ten eerste begrijpt hij niet waarom de Heer Jezus nu het werk van een slaaf gaat doen. In de tweede plaats, vanwege de enorme eerbied die hij voor de Heer Jezus heeft, weigert hij in eerste instantie toe te laten dat Jezus het werk van een slaaf aan hem verricht. Maar zodra hij begint te begrijpen door het woord van Jezus wat het in feite zou kunnen inhouden, namelijk: als ik u niet was, dan hebt u geen deel aan mij, is de reactie van Petrus overweldigend. Petrus zei: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En dat blijft staan, ook in de woorden van de Heer: een slaaf is niet groter dan zijn Heer. De Heer Jezus is de meester en de Heer van zijn discipelen. Er is geen sprake van dat de Heer Jezus dit heeft gedaan om te laten merken dat hij de discipelen wil dienen, dat God de discipelen wil dienen. Het is gedaan om een voorbeeld te geven aan de discipelen, dat als hij dat kan doen, dat zij dat ook voor elkaar moeten doen. Wat betekent trouwens dat wassen van de voeten? Dat is juist een op elkaar letten en zorgen dat we door het leven van alle dag niet belast raken met allerlei zonden en zwakheden die onze gemeenschap met God kunnen verstoren. Niet de oren wassen, maar de voeten wassen wordt op die wijze een uitdrukking voor de zorg die we tegenover elkaar te verrichten hebben. Een zorg die zich niet alleen maar uitstrekt op het morele vlak, maar ook op het leerstellige vlak. Religieuze mensen hebben er geen probleem mee om God te dienen en dingen voor God te doen, maar ze hebben er wel moeite mee als God dan een keer iets voor hun leven wil doen. Dit is weer zo'n uitspraak die kant nog wel raakt. Dat mensen moeite zouden hebben om aan te nemen dat God allerlei dingen voor ze doet, heeft er ook mee te maken dat de claim dat God allerlei dingen voor ze wil doen, bij wijze van spreken dat hij hun vaatwasser wil repareren of ze wil helpen hun autosleutels terug te vinden, als je maar in tongentaal gaat spreken, of als je maar voldoende geloof blijkt te hebben, dat gepriegel in het microleven van alle dag, waar God plotseling ons huisslaafje blijkt te zijn
Dat wordt inderdaad door veel mensen afgewezen en ik denk volkomen terecht. Religie is vaak gebaseerd op redenatie in plaats van relatie. Religie vindt kennis, hoofdkennis, studeren ontzettend belangrijk, maar moet weinig hebben van relatie, persoonlijke ervaringen en gevoel. De charismatische beweging laat zich erop voorstaan dat bij haar een directe toegang tot God te vinden valt, dat er prachtige en diepe ervaringen zijn van deze God, dat er visioenen en openbaring van God afkomt en dat je daarmee afstand kunt nemen van kennis. Nou, het is juist die kennis die zo ontstellend ontbreekt. Kennis van de schrift, inzicht in hoe je de schrift moet uitleggen. Het is eerder zo dat het heel groot vluchtgedrag is, een vorm van anti-intellectualisme. Als we nou maar voldoende beweren dat kennis er niet toe doet, zal niemand kritische vragen stellen, zal niemand nadenken over wat er onderwezen wordt, zal niemand de Bijbel erop naslaan om te zien of deze dingen echt zo zijn. Er komt een sfeertje tot stand waarin iedereen en de ander maar gewoon wat zit na te babbelen. En dat kan omdat de kennis wordt gezien als een gevaar. Nee, het is juist die kennis die ons in staat stelt om te begrijpen wat er hier allemaal misgaat. Er zal immers een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, schrijft Paulus. De gezonde leer is een kwestie van kennis. Niet van boekjeswijsheid, zeker niet, maar wel van kennis en inzicht in Gods woord. Fabels zijn dan eigenlijk veel plezieriger. God wil altijd onze genezing, zegt Tom de Wal. Dat is een onbijbelse fabel. God geeft voortdurend nieuwe openbaringen. Eveneens een onbijbelse fabel. God spreekt voortdurend tot ons in dromen en visioenen. Een onbijbelse fabel. Wij moeten dat koninkrijk tot stand brengen door op die 7 grote terreinen van het leven de maatschappij als het ware over te nemen. Een fabel. Geloof is de voorwaarde van Gods handelen. Zonder geloof kan God niks doen. Wat nog iets anders is dan dat ik zonder geloof niets zou kunnen doen. Die uitspraak is misschien nog wel waar ook. Of geloof kun je door meditatie oefenen, zoals in dat vreselijke boek van Tom de Wal over genezingen. Geloof kun je oefenen door allerlei bijbelteksten als een soort mantra te gaan herhalen. Immers, wat in New Age allemaal gevonden is, dat is de valse vorm en wij hebben dan de ware vorm als we dat ook op die manier gaan toepassen. Het is natuurlijk beide een valse vorm van de religiositeit tussen haakjes. Nog meer fabels. Door de Heilige Geest doen wij dezelfde wonderen als Jezus, waar ik een andere keer al over gesproken heb. En het allerergste, dat Jezus eigenlijk alleen maar een mens is zoals wij, die de Heilige Geest in zo'n volle mate heeft ontvangen, dat hij daardoor tot bijzondere wonderen in staat waren. Nu, als wij diezelfde Heilige Geest ontvangen, zijn wij tot diezelfde wonderen in staat. Dus eigenlijk is er geen fundamenteel verschil tussen de Heer Jezus en ons. Nog meer fabels. God herstelt in onze tijd alle geestesgaven. Of God stelt in onze tijd apostelen en profeten aan. En dat je die bijzondere gaven van de Heilige Geest kunt krijgen door een zalving te ontvangen van een of andere bekende leraar, die dan een doorgeefluik daarvoor is. De Randy Clark methode. Een stelletje vreselijke leugens en fabels die het buitengewoon goed doen. Religie verheft wat dat betreft ook de leer, zou je kunnen zeggen. De leerstellingen. Daar wordt meer waarde nog aan gehecht dan de persoon achter de leerstellingen. Deze uitspraken over de leer gaan volkomen voorbij aan de grote nadruk die in het Nieuwe Testament gegeven wordt, juist aan de leer. De leer als de uitdrukking en samenvatting van Gods waarheid die in Jezus Christus ook zichtbaar geworden is, realiteit gekregen heeft. Wat is er toch mis met die leer? Kwam de Heer Jezus dan niet om een leer te brengen? Mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Is dat niet een aanwijzing dat leer als zodanig helemaal niet zo vreemd is? Romeinen 7 vers 17 spreekt zelfs over de bekering en over het geloof en de wedergeboorte in deze vorm. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u bent onderwezen.
Het woord leer is hier zelfs helemaal equivalent van evangelie of van de waarheid van de schrift. Er zijn voortdurende aanwijzingen dat het zo belangrijk is om de leer goed te hebben. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet, zegt 2 Johannes vers 9. Hoe kan het nou toch dat er hier zo makkelijk gesproken wordt tegen de leer in, en het zijn die vreemde religieuze gemeenschappen, die religieuze kerken, die het maar over de leer hebben. En ja, wat doet Tom de Wal dan? Die wil toch ook onderwijs geven? Het is blijkbaar niet de leer van Christus die hij komt vertellen. Nog ter aanzien van de persoon van Christus, nog ter aanzien van de betekenis van het werk van de Heer Jezus aan het kruis, heeft hij een correcte en gezonde leer. Geen wonder dat hij dan het hele idee van de leer moet verwerpen en dat als een kwalijk religieus kenmerk van de gevestigde kerken moet gaan opvatten. Religie is gebaseerd op het verleden. Wat je vaak ziet bij religie is dat er in het verleden iets gebeurd is. Of een beweging van God, of een openbaring van het woord van God. En dat God toen iets deed, maar wat religie doet is dat wil daar blijven hangen. Dat blijft altijd terugkijken op het verleden en wil daarna niet verder groeien. Het is juist in dat verleden dat we houvast vinden. Het gaat om het geloof dat eenmaal aan de vaderen is overgeleverd, schrijft Judas. Met andere woorden, juist als we naar de apostolische tijd, de leer van de apostelen teruggaan, dan vinden we daar onze zekerheid. Het is ook zo dat vorige generaties altijd blijven meedoen. Hun inzichten kunnen we niet zomaar terzijde schuiven. En het is wel kenmerkend voor een beweging zoals de charismatische beweging, dat ze heel erg makkelijk en snel van de traditie, van de overlevering af willen. Nou, in het Nieuwe Testament vind je al het belang van die overlevering. Maar het is ook heel eenvoudig aan te tonen dat we wel degelijk afhankelijk zijn, of mede afhankelijk zijn, van wat in het verleden gedacht is. De charismatische beweging zelf heeft immers een verleden en een traditie en bouwt zichzelf op een bepaalde manier op. En misschien is de charismatische beweging zelf wel die teruggaande golf die een nieuwe golf tegenhoudt. Of in ieder geval de mensen aan het strand zo overspoeld dat ze in levensgevaar verkeren. Er is niets mis met het geloof dat aan de vaderen is overgeleverd. We worden geacht ook vast te houden aan het woord dat ik, dat is hier Paulus, u heb verkondigd. Vasthouden aan de leer van Paulus. Niet afwijken daarvan. Met andere woorden, het is een groot beginsel van het Nieuwe Testament dat we de openbaring van gisteren juist belangrijk blijven vinden. Juist het verschijnsel van de nieuwe openbaringen, van woorden die tegen de schrift ingaan, dat is het gevaar waartegen we te waken hebben.